Dan krijgen we nu na natuurlijk dit fiasco van shit. Er is één stoel tekort. Ah, met de stoelendans heb ik verloren. <laughs> shit. Dagelijks HD. Soel, soel. Adi, gabarabi. Dat is apart ja, hey, mijn naam is Don. Welkom bij de Sims 4. Het was een stom praatje om even in de trend te komen van de Sims 4. Uh, dit is team dagelijks HD. Dat had ik eigenlijk HD moeten maken. Dus laten we een extra eetje toevoegen. We hebben hier Milan, we hebben Melvin, we hebben Mattie, we hebben Dylan, we hebben Frans en mijzelf Don aangenaam. Laten wij maar even lekker gaan spelen. En dan moeten we natuurlijk een huisje gaan maken. Nou, voor wat ik in mijn gedachten heb, zouden we op zich wel in een huis kunnen. Overnemen. Maar het punt is. Ik bedoel, hier staat één slaapkamer, één badkamer. Is op zich te doen, maar ik hou maar 4000 euro over. Ik wil wat meer overhouden, want aangezien ik. ik, ik, ik moet allemaal even zelf indelen. en la-di-da-di-da. Dus we gaan het volgende doen. In plaats van gemeubileerd, gaan we het ongemeubileerd doen. waardoor het dus hartstikke goedkoop is. en dus ook ideaal voor ons. Want wij zijn dagelijks HD en dagelijks HD is een gamingkanaal en dus elk popje wat hier staat is een gamer. Dus wat ik van plan ben is een heel groot gaminghuis maken. Maar als ik dit huisje nog even bekijk. <laughs> <laughs> Heb ik waarschijnlijk een hele grote fout begaan. Tering, wat een klein huisje. Ah, oh, wat kut. Nou, laten we maar beginnen met indelen in ieder geval. Keuken doen we wel als eerst. We moeten een fornuis hebben. Natuurlijk ook een koelkast. Ja, ik ga het zo goedkoop mogelijk indelen. Aangezien des te duurder ik het doe, schiet ik niks mee op. Want ik wil eigenlijk zoveel mogelijk geld wil ik overhouden. Zodat mijn sims dus dat kunnen investeren in materialistische Bullshit. Oké, okay, we hebben 16.000 euro nu ik er nog over nadenk. We kunnen een bovenverdieping doen. En dan heb ik op zich een best vet idee, maar dan moet ik even een trap zien te bouwen. Who gives a shit? Well, we rammen hem gewoon lekker midden in de kamer. <laughs> Het is wel eens functioneler geweest. Oké, okay, dit betekent niet dat we een verdieping erbij hebben. Wat? Moet ik nu mijn dak verkopen om überhaupt een extra verdieping erbij te kunnen creëren? Kut. Fuck it. We gaan dat doen. Oh, dit kost zo verschrikkelijk veel geld. Ik ben hier zo niet blij mee. Uh. In ieder geval, dit hebben we nu. Nou, we rammen er gewoon een paar octoraampjes in. Oké. Okay? Yep, dat zal vast wel prima zijn. Hier, daar, zus. Zo. Boeit me nou echt niet of ze synchroon staan met elkaar of niet? Het kan me echt een worst wezen op het moment. Zo. Dat teringhok is nu ook belicht. Kijk, hierboven wilde ik dan alle, 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 alle bedjes doen, right? Dus dat kan zo kaal mogelijk zijn. Uh, mensen slapen daar toch. Dan wilde ik hier op de benedenverdieping eigenlijk een hele rits met bureaus neerzetten. En bureaustoeltjes. En gewoon stapels met computers daar neerrammen. Indien we eigenlijk nog wel geld overhouden voor die nonsense. Want uh, zoals het er nu uitziet, uh, weet ik het allemaal niet meer zozeer. Laten we in ieder geval maar een paar bedjes gaan neerrammen. Ik bedoel, aangezien we allemaal soloisten hier zijn, laten we gewoon gewoon maar lekker een uh, motpot, twijfelaartjes erin rammen. Ja hoor. En nog een hele simpele blauwe erbij. Nou, oké. Okay. Slaapkamer ingericht. <laughs> Who gives a shit? 11.000 euro hebben we over. Keuken hebben we. Alleen we moeten natuurlijk wel de functionele dingen hebben. In plaats van dat van YOLO gewoon computers neerrammen. Nee, zo werkt het helaas uh, niet in het echte leven. We moeten natuurlijk ook een douche hebben. Hygiëne is natuurlijk ook gewoon een punt van zekerheid. En dan is alles zo mooi. Oké, okay, dan hebben we dat in ieder geval gedaan. Dan hebben we wc, alles, troepie. Hier. Keuken hebben we. Alleen hebben we nog niet echt een gezellige hoek of whatever. Maar dat kunnen we dan nog wel creëren en uh, onze huis uitbouwen en shit. Want kijk, we hebben nog relatief veel ruimte. Dus het kan, het kan, het kan. Maar nu nog eventjes niet. Laten we nu voor de definitieve shit gaan. Want we hebben eten. We hebben hygiëne. Sociaal aspect is er ook, omdat iedereen bij elkaar zit. Plezier gaan we nu creëren. Nou, wat willen mensen nog meer? Nou, daar gaan we nog wel achter komen. Misschien decoratie en shit. Maar fuck dat. Fuck dat. Ja. Tijd om even een paar bureaus naast elkaar neer te rammen. Oké, okay, stoeltjes erbij. <laughs> Jolige bureaustoel. En nog eentje voor onze opperheer en roze. Daar gaat lekker Milan zitten. Oké, okay, dan moeten we natuurlijk computers hebben. Maar oké, okay, ik moet even rekenen dan, hè? Kijk, keer 6. Zes. zes keer dit: 1,4. Ah, ballen. We komen letterlijk hierop uit. En wij hebben natuurlijk net niet genoeg. Het scheelt echt 300 euro, dus we kunnen niet de dure computer doen. We kunnen wel natuurlijk bijvoorbeeld twee van deze of zoiets, en dan dat de anderen die moeten dan maar even lekker op een kutcomputertje doen. Of iedereen begint op een kutcomputer, omdat we gewoon van gelijke waarde zijn. Dat lijkt me eigenlijk beter, dus laten we dat maar gewoon doen. Zo, iedereen heeft een eigen slechte computer. Dan hebben we nu nog 3500 euro om, I don't know, resterende shit te kopen. Misschien uh, muurdecoratie. Dat is ook wel handig heb je gewoon één fucking kale muur. Gipsplaten, bullshit. Oké, okay, laten we maar dezelfde trend zoeken als het huiscel. Ik denk dat ik hem heb. Alleen dan met witte zijkantjes in plaats van groene zijkantjes. Nou ja, weet je wat? Fuck it. Ah, binnenkant nog even, 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 even een, een leuk behangetje. We, weet je wat? Roze dinosaurus. Dinosaurius, Ja, dat lijkt me mooie. En dan doen we een lekker mooie vloerbedekking boven. Een zacht, comfortabel tapijt. In het roos om de ultieme swag te benadrukken. Kijk eens aan, ons huis is gereed. Nou, laten we maar even lekker gaan leven met de jongens. En dan komen we er vanzelf wel achter uh, wat we daadwerkelijk nodig hebben. Dus oké, okay, Milan, ga jij maar even lekker een gamepje spelen. Melvin, ga jij maar even lekker een gamepje spelen. <laughs> Mattie, ga jij maar even lekker een game spelen. Dylan, jou ja hoor, je kent hem. Frans, waarom niet? Don. Ah, ga jij maar even gezellig doen. <laughs> nee, gaan we ook lekker gamen. Iedereen gaat gewoon even fucking lekker gamen. Kijk ze dan. Ik heb, ik heb natuurlijk wel de. Kuttafel kut voor mezelf. Oké, okay, wie heeft wat nodig? Heeft er iemand al, zeg maar, specifieke behoeftes? Of zoiets? Kan je? Ja, dat vraag ik me af. Oké, okay, Milan, ga jij maar even lekker gewoon creatieve delen of zoiets? Of nee, nieuwe show. Want volgens mij kun je ook met elkaar praten tijdens het gamen. Ja, nice. Dat kan ook gewoon. Oké, okay, Matti, jij zit naast Dylan. Ga jij het maar even hebben over gek doen? En Fransen wil ik het wel met jou hebben over uh, 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 um, grap maken over politici. Ja, kijk, ze gaan dan. Computerneurtjes hoor. Geweldig dit. Hier, kijk, die zitten ze. Melvin, die had weer iemand te. Kijk dan. Melvin. Oh, he's in the love box. Oké, okay, Milan, wat ben jij nou te doen? Jij bent in de disco. Kijk, Matty is, oh, ook in de disco nu. Dylan is blikblok aan het spelen. Frans, ook in de disco. Iedereen zit in een fucking. Ik zit ook al in de disco. Damn. Onze Sims in de Sims die doen het wel erg goed. Nou hier, het sociale aspect gaat omhoog, plezier gaat omhoog. Wat wil je nog meer? Iedereen is fucking aan het gamen. Het is geweldig. Oké, okay, het punt is, wat wil ik nou uiteindelijk bereiken met dit alles? Het punt is, als ik iedereen gewoon zodanig goed kan laten gamen. Dan kan je meedoen aan game-toernooien. Al ben je goed in game-toernooien, dan kan je er geld mee verdienen. En dat was de complete gedachtegang erachter. Als zes mensen dat kunnen doen, dan is dat gewoon. Dus laten we maar gewoon even doorspoelen. Die jongens, die zullen het wel even naar z'n zin hebben. Kijk. Oh, Melvin is de enige die fucking blij is. En hij wil een nieuw iemand ontmoeten. Je kent, je kent al fucking vijf personen, Melvin. Waarom moet je nou weer de, socio, de sociale man uithangen? Oh, Dylan die wil even gaan joggen. Weet je wat? Ga jij maar even lekker joggen? Fuck you, Mattie. Fuck you, Blikblok. Milan, wat wil jij? Videogames spelen. Dat doe je nu. En je wilt iemand opbellen met de telefoon. Oké. Okay. <laughs> kan je? Ah. Oh. Oh, de enige mensen die hij kent zitten al in dit huis. Ah, oh, dat is jammer, oh. anders kon hij gewoon letterlijk iemand in huis bellen van Yo man, hoe gaat ie? Dylan, weet je wat? Ga jij maar eens even lunch serveren voor iedereen. Ik zeg tosti's. Tosti's is een gezonde maaltijd voor gamers. Eigenlijk niet. Maar het is gewoon leuk. En laat iedereen maar even lekker zijn gang gaan. En dan pleurt hij uiteindelijk gewoon dat neer en kan iedereen lekker eentje pakken. Shit. Ik heb één wc. Laat ik maar een extra wc creëren in dit hokje hier. Dat kan wel. Dat is nu gewoon letterlijk één extra wc geworden. Hier, Melvin, ga gebruiken. Shut up. Die conversatie tegen Milan is totaal niet interessant. Even kijken, Milan, waar heb jij behoefte aan? Ook een blaas. Ja, maar ik heb maar twee wc's. Ik kan niet 500 wc's neerzetten. Dylan, je ja, gewist. Gewoon aan tafel roepen. Niet dat we een tafel hebben. Ja, een tafel. Waarom heb ik geen tafel? Oké, okay, dat gaat gewoon niet passen. Ke onze keuken is te klein. <laughs> Ah, oh, fuck me. En dan, uh, dan is dat het. Dan kan iedereen gaan eten die daar behoefte aan heeft. Dylan, ga, ga, ga eens even lekker iedereen naar tafel roepen, Domme. Hij zit ook gewoon lekker nog die tosti te vreten in zijn eentje, hè? Wat een egoist die man. Ram die tosti neer. En ga iedereen eens even lekker naar tafel roepen. Hup, iedereen. Dan krijgen we nu na natuurlijk dit fiasco van shit. Er is één stoel tekort. Ah, met de stoelendans heb ik verloren. <laughs> shit. Yo, Milan, waarom maak je ruzie? Wat was dit? En dan gaan we zo direct weer even iedereen lekker achter een computertje rammen. Zodat ze allemaal goed worden in videogames. Zo, alles is opgeborgen wat dat betreft. We kunnen weer um, gamen. Oké, okay, wie het laatste weggaat, die moet alle, alle shit opruimen. Is het Frans of Melvin? Frans of Melvin? Wie gaat er weg? Of is Milan als nou een schoonheid die alles gaat opruimen? Oh, Milan, wat ben je toch een aardige makker? Als we jou toch niet hadden, hadden we alleen maar gewoon vieze afwas. Alleen ja, Frans en Melvin. Volgens mij is het. Niet op deze manier hoe je conversatie voert. Het is een beetje lastig. Een beetje zo omdraaien van. Yo! Weet je, dat gaat een beetje lastig. Melvin, je moet wel je bordje leeg eten hoor. Het is gewoon een goede kwaliteit. Tosti is dit. Nou, Frans, die moet dus alles opruimen. Jij mag dus lekker zo direct niet op je computertje opruimen, opruimen en opruimen. Onderzoek doen op de computer. Ja, daar vind ik wel Frans wel een uh, poppetje voor. Waarom ben je push-ups aan het doen? Frans, verdomme. Stop met push-ups te doen in de keuken, je idioot. Oké, okay, gaan, we, gaan we even onderzoek doen of zo? Oké, okay, wat ben ik? Ik ben gewoon blij. Ik ben gewoon computerspelletjes aan het spelen. Ik ben blij. Ik ga langzamerhand, ga ik iedereen maar even naar bed sturen. En dan zullen we de eerste dag beëindigen. Milan, die krijgt het mooie roze bedje hier. Eens even kijken. Melvin, die krijgt deze. Uh, Dylan had ik al naar bed gestuurd. En Frans naar bed. En mijzelf naar bed. En dan gaan we langzamerhand naar bed. Oh, de eerste kandidaat is Dylan die omhoog gaat. Hier Dylan, kijk hem slapen die snoetie. Toetie, toetie. <laughs> Oké, okay, wie is er nog meer ongemakkelijk? Oh, kijk, Mattie gaat ook omhoog. Wat heb ik nodig? Ik moet ook... Potje nodig zeiken. Fuck, it. Milan, je moet wel de pot doorspoelen als je hem gebruikt hebt, hè? Dat is wel zo netjes. Kijk, Melvin, je mag best wel stoppen met gamen nu hoor. Het mag. Ik denk dat het dan prima tijd wordt om het gaan afsluiten. Kijk ze dan. W waar blijf ik? Schiet eens op. Oh, ik moet mijn handjes natuurlijk even wassen. Zo, kijk eens aan. Maar iedereen ligt nu lekker te slapen. En in de ochtend zal er iemand een lekker ontbijtje creëren. Degene die als eerste opstaat, die krijgt de taak dus op zich om dus ontbijt te creëren. We hebben nog wel een aantal tosti's in de koelkast. Kijk hoeveel zijn dat er. Er is er nog eentje over, dus dat is bij verder niet genoeg. Maar onze beste vrienden, ze zijn lekker aan het slapen, wat dat betreft. Dus de volgende keer gaan we verder met ons verhaal. Ik wil De Sims volhouden. Op elke dinsdag en zaterdag zal er een aflevering uitkomen en dan zullen we onze grote vrienden van Dagelijks AD bewonderen in The Sims 4 en hopen dat we het uiteindelijk tot een goed einde kunnen uitbrengen. Want we hebben nu nog 1480 Sims dollars en we moeten dat natuurlijk. Verhogen naar echt grote getalen. In ieder geval, ik wil jou bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke video, dan mag je dat uiteraard belonen met een duimpje omhoog. En dan zie ik je graag terug bij de volgende Sims aflevering. Tot de volgende keer.